Mijn advies aan de bloemist zou zijn, gebruik de anthurium voor bijvoorbeeld hotelversieringen. Waarbij je gebruik maakt van de enorme felgekleurde anthuriums gecombineerd met een houtstructuur als balie-arrangement. Nou, wat we vandaag gaan maken is een grote schaalversiering, met een handgemaakte schaal als ondergrond, waarin we een hele grote structuur maken wat gemaakt is van kaneelhout met berkenstammen. Het is alleen het schors, dus ze zijn helemaal hol. Daar maken we een structuur van en vervolgens gaan we die prachtige, felgekleurde, superlang houdbare anthuriums erin verwerken. Ik heb al wat voorwerk gedaan van een structuur. Dus ik ga hem afmaken. Met lijmpistool plakken we op een aantal punten. Voegen we nog wat hout toe. En zorg ervoor dat het op ongelijke manier is verwerkt, dan krijg je het meest speelse effect. Houd het heel eventjes vast dat de warme lijm kan drogen. En de structuur die je nou maakt van dat kaneelhout en die berkenstammetjes is natuurlijk super lang houdbaar. Dit wordt gewoon de basis van het hele arrangement en is iedere keer gewoon opnieuw te gebruiken. Het komt straks in een klein laagje water staan, waardoor de anthuriums tussendoor gestoken worden en die zitten dan in het water. En plaats vervolgens het geheel zo in een grote schaal. Vervolgens ga je aan de slag met de anthuriums. En verwerk deze tussen het kaneel en de berkentakken door. In allerlei verschillende hoogtes om zo speels mogelijk effect te krijgen. En verwerk ook zoveel mogelijk verschillende kleuren. Het zijn wel echt waanzinnige kleuren en waanzinnige grote bloemen. Met een enorm schutblad. Als je dit nou op een hele grote eettafel zet, dan heb je wel een enorme explosie van kleuren in je interieur. En door nou zoveel mogelijk verschillende kleuren, vormen van anthurium te gebruiken, krijg je ook nog een heel speels effect. Nou is eigenlijk heel mijn basis voor mijn object helemaal klaar met de anthuriums. Dan ga ik nog wat enkele takken van de sedum toevoegen om wat groene elementen toe te voegen. Nou, sedum is heel goed ook droog te verwerken. Blijft maanden houdbaar, ook zonder water als je het hebt afgesneden. Zet even op een klein draadje. Deze verwerk ik nog tussen het arrangement. Nou, die sedum dat hoeft echt maar een subtiele toevoeging te zijn aan het geheel. Dus meer om de basis een beetje extra groen te geven. Nou, het enige wat nu nog rest is de bak afvullen met water. Om te zorgen dat anthuriums goed water op kunnen nemen. Dan heb je naar mijn idee een onwijs puur, groot, vol kleur arrangement voor op een enorme grote eettafel.